Als je nooit bereid bent om de zaak een beetje licht te chockeren, dan bereikt er helemaal niks. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Jos, we staan op de Barrierweg. Wat is er aan de hand? Nou, er is helemaal niks aan de hand, alleen ze rijden hier veel te hard. En daar worden wij eigenlijk wel een beetje ziek van. En wat moet ik eraan denken, te hard? Ja, dat kan ik moeilijk inschatten, maar het is hier 30 kilometer zone. Dus je mag verwachten dat ze 30, 40 rijden. Maar ik denk dat ze 50, 60 en net erboven rijden. Ja, maar nu zien ze de camera, nou trappen ze even eraan. Nou, de rem. Nou trappen ze even op de rem. Als er een bord hangt waar de snelheid aangegeven wordt, dan is het ook wel rustiger. Maar er moet permanent iets zijn waar mensen geconfronteerd worden van dit staart. En hoe heb je daar last van? Nou, de trillingen. Ik vind het van mijn klanten gevaarlijk. In de winkel, als ze naar buiten stappen en ze stappen met kleine kinderen. En je wilt niet wachten op een ongeluk. En mensen zelf, we rijden ze hard. Ja. En dat is een veelgehoorde klacht. En het is wachten op het eerste ongeluk. En wij hebben al verschillende keren uitgesproken dat we dit doodeng vinden. En het laatste wat ik wil is mijn gelijk halen. Dus dat er een ongeluk gebeurt. Maar hoe heb je dat uitgesproken? Nou, we zijn een aantal keer naar het gemeentehuis gestapt en onze zorgen uitgesproken. En daar krijgen we de manier zoals de gemeente dat beoordeelt. En dat geloof ik allemaal wel. Hoe beoordelen die dat dan? Zij kunnen vrij aardige metingen doen aan de hand van de mobieltjes die voorbij komen. Iedereen heeft, nou, daar hebben ze een meting op losgelaten. Die kunnen ook zien hoeveel procent dat het hard rijdt. Dan zeggen ze, nou, 35% rijdt ongeveer te hard. Dat vinden wij binnen de norm. Maar als je 35% pakt van 100 auto's, of je pakt 35% van 200 auto's. Ja, dat scheelt wel even 70 auto's. En dan is het de overlast wel giga natuurlijk. En dat willen we niet hebben. Ik denk het heel simpel. Leg een paar drempeltjes weg. Nou, daar zou ik voor gaan. Je kunt een keer lekker gaan flitsen. Daar kunnen we ook een keer ondernemen. Maar die drempels, hadden we het er straks over? Die drempels, ja, dat zou het mooiste zijn. Maar ja, dat past weer niet bij de aankleding van een dorp zoals het nou is. Dat ze het zicht mooier vinden dan veiligheid, zeg maar goed? Ja, ik geloof niet dat ze het ene boven het andere stellen. Maar ik heb de indruk dat sinds de herinrichting van de kom, dat ze toen gekozen hebben voor het mooie. En het is prachtig mooi. Maar de huidige automobilist, die wil vlug. En die heeft ouders die heel vlug zijn. En die hoeven maar een beetje gas in te trappen en ze zijn ontzettend vlug. En ik denk dat daar gevaar een beetje onderschat wordt. Het is ook een beetje smal hier. Hè? Ik rijd er ook wel eens langs met de auto. Ik denk, waarom hebben ze het nou zo smal gemaakt hier? Ze hebben het smal gemaakt om de snelheid uit te halen. Maar dat is niet gelukt. Nee. Nee. Het is wel smal, maar het is niet, de snelheid is er niet uit. Nee. En dat was vroeger anders, want we hadden verderop een punaise. Ik had daar een aanpassing in het wegdek. Dat je kon zien van, joh, hier moet ik opletten. Nou, scheelde. En daar is sinds de herinrichting is het allemaal weg. En waar hoop je nou op? Ik hoop echt op 3 drempels. De mensen echt zeggen, oh, nou gaan we echt een stuk in. Kijk, een 30 kilometer zone is heel mooi, maar niet alleen met een bordje. Dan moet ook de inrichting van de weg zodanig zijn dat je consequent geconfronteerd wordt met een 30 kilometer zone. Ja. Nou dachten jullie, we pakken het goed aan, we maken een klein protest. Balkje. Nou, spandoekje. Een spandoek, ja. Over het algemeen. Iedereen die wil, strooit wel met spandoeken. En je ziet ze overal. En ik dacht van, nou ja, dan maar een keer een spandoek. Bij net, nou noem het een burgerinitiatief. En een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid. En dan praten we met een beetje krachttermen. Ja, want de kracht, ik zag, rij niet zo hard, verdomme. Nou, dat is iets waar ik heel regelmatig, als ik in de winkel ben of ik zie anderszins hier verkeer voorbij razen, dan in mezelf zeg ik, rij niet zo hard, verdomme. Ja, het is ze zullen het niet horen, maar nou zullen ze het dadelijk wel zien. Maar ik ga het daar bij de kiosk ophangen. Ja, dus zeggen sommige mensen dan niet van, waar moet je nou weer zo'n woord gebruiken? Nou, dit is nou een hele beschaafde vloek. Ik denk dat iedereen dat wel in zijn voorraad heeft. In zijn vocabulaire. Dus daar ben ik niet zo heel erg bang van. Nee, maar het mag ook een beetje prikken, toch? Ja. Als je nooit bereid bent om de zaak een beetje licht te chockeren, dan bereikt er helemaal niks. En nou wordt er over gepraat, want het AD heeft het volop gedaan. In de Gelderlander heeft het gestaan. Ik werd vanmorgen gebeld door iemand uit Os. En die wil ook zijn spandoek laten maken. Dus het begint de olievlekken. En dat vind ik wel leuk. Nou, meneer, heb je er nou het meeste last van? Want het is ook wel eens een sluiproute natuurlijk, als het een beetje vast staat op de snelweg. Als die verdomde, hoe heet die dingen, navigatiesystemen, als het op de snelweg vast zit, dan gaan ze het omleiden. Ja. En dan krijg jij een omleiding via de Vleutstraat. Dan zie je al in de navigatie van, hey, we gaan... Ja, dan is de doorgang vanaf best. Die is op de een of andere manier
gestopt. En dan gaan ze bij beste mensen van de weg afleiden. Dwars de, ja, over de Vleusstraat, dwars de Liemt. En dan zo'n, ze binden er geen bal mee, helemaal niks. Ze schieten er niks mee op. Maar ja, het is een alternatief. Ik zou zeggen, hier staat de camera. Wil je nog iets zeggen tegen de gemeente? Lieve gemeente, dadelijk is de kermis hier voorbij. Dadelijk is de boksenkermis voorbij. Dan gaat de schooljeugd die gaat weer beginnen. Ik zou het ontzettend leuk vinden en heel waardevol voor Liemt en omgeving en iedereen die het ermee te maken heeft, dat er echt iets gebeurt. Nou, dankjewel Jos en heel veel succes. Gaan wij zeker mee verder. En hou ons op de hoogte. Absoluut.